Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van weegschaal. Lieve weegschaal, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken na. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde tijdlijn qua liefde. Kijk eventueel mijn andere readings die ik misschien in de afgelopen weken of maanden heb gemaakt. Ik heb mapjes gemaakt. Kan je vinden onder de knop video's. Ook wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. De aanvragen die ik krijg en de likes en de lieve berichtjes. En we gaan eens kijken wat voor uitdaging ik mag ontvangen. Voor jullie weegschaal en zon en maan. En oeps, dat zijn er heel veel. En reizende. Een uitdaging. Wil je een persoonlijke reading aanvragen, dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. Ga dan naar www.revibes.nl of neem contact op via mijn e-mail. Onder in de beschrijving vind je de adressen. Wat mag ik ontvangen? De Temperance kaart. Oké, een soort van balans, rust vinden, evenwicht vinden in je leven. Ik ga zo meteen verder vragen. Wat mag ik nog meer ontvangen? De 6 van cups. De 3 van bekers. Of cups. Oeps, de 5 van munten. Oeps. De hierofant. De Page van Zwaarden en de Zonkaart. Wauw. Onderop het dek heb ik hier de 7 van Staven en de Ridder van Staven en de 9 van Pentakels. Bovenop nog de 9 van Pentakels. Eens kijken wat ik al zei. Uitdaging kan zijn een balans vinden in je leven of een soort rust. In het verleden zie ik hier de 3 van bekers en de 6 van bekers. Het kan zijn dat er een third party heerste of dat er iets was waarbij nostalgische gevoelens waren. Samenkomen met iemand uit het verleden. Maar wat ik in het nu zie is dat er ergens in een contract of in financiële gebieden van je leven, maar dat kan ook te maken hebben met een long-term commitment. Of jij dit nu bent of de persoon waar je aan denkt, let wel, de energieën kunnen overvloeien. Maar ik zie dat iemand niet helemaal gelukkig is of is bang voor verlies. Kan dus met een connectie te maken hebben. Dit is wel belangrijk, of deze transformatie eigenlijk die jij moet doorgaan, is wat ik voel, of de persoon. Dat dit leidt tot spirituele inzichten, de spirituele groei. Het kan zijn dat iemand is weggegaan uit een situatie. Ik zie wel met de Page van Zwaarden dat iemand in de gaten houdt, maar ik zie daarna de zon. Dus het kan zijn dat je mensen gaat afsluiten. Of dat er iemand is die iets wil gaan afsluiten. Dit is wel een communicatiekaart, maar die communicatie kan soms wel een beetje... moet ik het zeggen, verneindig zijn. Dus er kan wat woordenwisselingen zijn of komen. Maar het leidt wel tot de waarheid. Alleen het is soms wel een beetje steek onder water, is wat ik zie. Maar daarna zie ik wel de zon. Dus ik ga eens kijken wat ik mag ontvangen van die Temperance kaart. Als uitdaging, wat mag ik daarvan weten? Maar ik zie dat je ergens in een situatie je staande moet houden. Of het is een persoon. De Koningin van Cups. De Koningin van Cups is een kaart van liefdevol. Spirituele vrouw, onvoorwaardelijke liefde. Dus het kan zijn dat jij jezelf meer mag gaan nurturen deze komende periode. De liefde aan jezelf geven. En daarmee een balans vinden in je leven. Ik zie veel water. Dus het kan zijn dat je wat onrustig bent. Ja, oude karmadelen loslaten. Dus wat ik hierbij voel is dat je in het verleden veel te maken hebt gehad met betrayal. En ik zie weer een
De hierofant. Dus wat ik hierbij voel is dat jij oude karma stukken probeert los te laten. En daar zoek je eigenlijk een balans in. Dus je zoekt een balans tussen van hoe kan ik dit gaan afsluiten en hoe kan ik meer liefde aan mezelf geven. Wat mag ik weten over die zes van cups? Die zes van cups is, wat ik al zei, een nostalgisch iets, een terugkerend iets met een persoon uit het verleden. Wauw, de aas van bekers. Ja, er was in het begin erg veel liefde. En de 6 en de 9 is natuurlijk de wish fulfillment kaart. Samen met de aas is een 10. Dus wat ik hierbij voel is dat jij eigenlijk hoopt op een wish fulfillment met iemand uit het verleden. Of er was een aanbieding van iemand uit het verleden. De ster, wauw. Kan zijn dat je nostalgische gevoelens hebt gekend voor iemand die heling bracht, maar weer een balans. Dus je hebt ergens heling in nodig gehad. Dat kan ook al vanuit je jeugd zijn geweest. Ik ga eens kijken, wat die 3 van bekers mag zijn. De aas van zwaarden, 2 keer een aas, wauw. En dus, ja, een balans, zie. Met de 6 van pentakels. Wat ik zie is dat je ergens helderheid in hebt gekregen. Dat je een third party hebt achtergelaten. Of dat iemand iets heeft achtergelaten. Kan zijn dat iemand veel te veel heeft gegeven. Kan zijn dat jij dus strijdvaardig bent geweest. Of dat iemand knopen heeft doorgehakt. Om dat eigenlijk te verlaten. En eigenlijk balans en rust. En ja, heling nodig had in deze situatie. Wat mag ik weten over de 5 van pentakels? Teleurstelling, bang voor verlies, onzekerheid, zie ik. En bang voor verlies kan zijn in een connectie. Oeps, stilstand. Ja. Met de hangman. Dus er is ergens stilstand in geweest. Want het was de bedoeling dat iemand een ander perspectief moest krijgen over een situatie wat eigenlijk niet meer diende. Ja, met de koning van cups, wauw. Dus het kan gaan om een persoon die dus niet tevreden is in een situatie waar dus stilstand bij is. Die een ander perspectief moet gaan krijgen. En weer de 5 van pentakels. Iemand is niet meer tevreden in een situatie, is wat ik zie. Of jij dit nu bent of de persoon. Ik zie dat jij een balans zoekt in je leven. En pijn eigenlijk achter je wil laten. Wat mag ik weten over die hierofant? Spirituele inzichten of een spirituele leraar. Een huwelijk. Oeps. Ik heb hier een Peter Wand. En ik heb hier een koning van zwaarden. Jullie energie. Dus het kan zijn dat iemand in een connectie zat waarbij iemand niet emotioneel volwassen is of was. En ik heb hier 3 verschillende personen. Dus er kunnen meerdere personen in het spel zijn. Meerdere energieën. Of 4 eigenlijk, samen met de page. Wat ik zie is dat iemand wilde communiceren of iemand wilde op actie of avontuur. Maar ik zie dat iemand knoop heeft doorgehakt in een situatie met een persoon waarschijnlijk die emotioneel niet voldoende zich kon uiten. De aas van staven. Ik zie hier ook nog de 3 van pentakels. Wat mag ik weten over die page van zwaarden? Want iemand kijkt hier op deze connectie neer, maar iemand keert iemand zijn rug toe. Ik heb hier een koning van cups. Dat kan waterenergie zijn, vissen, schorpioen of kreeft. En ik heb hier dus weegschaal, waterman of tweeling. En ik heb hier nog vuurenergie. Maar ik zie iemand wil communiceren over een connectie. Maar iemand is venijnig. Iemand die staat met zijn zwaard en die houdt jou in de gaten. En die wil iets communiceren. Maar vaak is dat geen fijn gesprek. Dus er komt iets te horen waarbij je waarschijnlijk knopen gaat doorhakken. Ja, wauw. Ik heb hier 3 kaarten bij de page van zwaarden. Wat ik voel is dat het misschien dezelfde energie is. Iemand houdt je in de gaten, kan het zijn. Of jij houdt zelf iemand in de gaten. Maar ik zie hier samen met de 3 is een 4 van zwaarden. Dus iemand is de rust in gegaan. Of het is de bedoeling dat je ergens afstand van neemt.
je independent opstel, dus jezelf onafhankelijk maken, je vrij zijn, single zijn, dit is een independent woman. Na een tijd van stilstand, dus je bent eigenlijk nu op een punt van je leven gekomen waarbij je eigenlijk keuzes wilt gaan maken, maar je bent eigenlijk nog een beetje in twijfel. Het kan zijn dat er nog een persoon in jouw energie heerst die steeds aan jou wil trekken of die jou in de gaten houdt of met jou wil communiceren over een commitment wat er waarschijnlijk is geweest, maar ik heb het gevoel dat deze commitment jou veel pijn heeft gedaan en je wil er eigenlijk vandaan gaan. Je wil liefde aan jezelf geven. Ja, zie, de vier van cups. De vier van cups is teleurstelling. Maar ik zie daarna weer de zon. Dus wat ik hierbij voel is dat jij waarschijnlijk de keuze gaat maken dat je een persoon los gaat laten. En dat kan dus deze persoon zijn of meerdere personen. Waarbij jij veel pijn hebt gekend, maar je kiest eigenlijk voor een pad van nee, ik wil dit niet meer. Ik ga goed voor mezelf zorgen en dat is ook een uitdaging soms om dus echt oude kamerstukken los te laten. En dat is niet makkelijk, want het voelt voor jou of moet jij steeds jezelf verdedigen in bepaalde situaties. Wauw, ja, zie. En weer de negen van pentakels. Er is iemand, een vuurenergie, of het kan in zijn energie zitten, die dus steeds jouw leven weer wil binnenstormen, maar steeds broodkruim wil geschreven. En je hebt zoiets van weer de aas van staven. Die wel passie wil geven of iets, maar niet emotionele vervulling is wat ik zie. Maar de zon ligt hier, dus ik heb het gevoel dat of iemand gaat kiezen voor deze connectie, of die denkt daarover na, of iemand laat het helemaal los. Wat mag ik weten over de zonkaart? Ja, de dood. Dit is andersom, dus iemand zou een transformatie aan moeten gaan of iemand houdt het tegen. Zie wat ik zei over de vier van zwaarden, daar ligt die. Iemand zou een rust in moeten gaan of iemand komt uit de rust en die gaat weer voor deze connectie kiezen. Wie dat is, welke partij, dat weet je van jezelf. Maar ik zie wel dat iemand keuzes wil gaan maken, die jou in de gaten houdt, of jij er nu bent of de persoon. Maar iemand kan met hartpijn en dat wil jij of die persoon loslaten. Ik zie hier de zon natuurlijk, maar ik zie ook een soort van rust, stilstand of iemand komt uit stilstand en wil deze connectie weer manifesteren. Ja, met de negen van cups. Dus er is iets wat een cycle eigenlijk. Eigenlijk is een transformatie wel nodig of er komt een transformatie aan, alleen het is er nog niet. Dus iemand zou nog iets af moeten sluiten en dat kan heel goed jij zijn, maar dat kan ook een persoon zijn. Ja, de lovers. Ja, dus iemand heeft met meerdere connecties te maken of iemand moet een keuze maken om dus ja, voor het team van pentakels te gaan. Wauw. Dus iemand staat, ziet jou of jij ziet iemand als een wish fulfillment. Maar iemand zit nog vast of iemand moet nog iets afsluiten met een gezin waarschijnlijk of met iets. Iemand is ongeduldig. Ik ga eens kijken wat ik nog voor advies mag vragen. Wat ik al zei, kijk ook mijn andere readings, als je nieuw bent, zeg maar. En je bent toevallig op mijn kanaal gekomen. Let wel, toeval bestaat natuurlijk niet, maar misschien dat je dan ook het verhaallijn beter begrijpt. Wat mag ik voor advies? De cherry, ja, vooruitgang. Kan misschien communicatie aankomen, misschien dat je mag gaan reizen, maar in ieder geval komt alles op één lijn. Er komt movement aan en ik zie natuurlijk hier weer die vleugels van die lovers. Dus het kan goed zijn dat jij te maken hebt met een twin flame of een zielsconnectie. Wat mag ik nog meer ontvangen als advies? Ja, niet teleurgesteld zijn. Er wordt je iets aangereikt, is wat ik zie. Ik zeg verleden, heden, toekomst. Hè? Maar het kan ook zijn dat het nu speelt en verder vice versa. Maakt niet uit. In ieder geval zie ik wel dat je niet neerbuigend moet zijn. En door die pijn eigenlijk doorheen moet gaan. En jezelf echt liefde hebben. En ook te zien dat er altijd nog liefde is. Er is nog liefde ergens in, zegt Spirit. Ja, in de tien van pentakels. Dus kijk omhoog en zie ook wat je allemaal hebt. Wauw, en de Empress. Heb jezelf lief. Dat is deze kaart. Deze vrouw weet hoe ze zichzelf moet nurturen. Spirit helpt je daarbij. Want dit is ook echt een spirituele kaart. Dus let ook op tekens. Let op je dromen. En volg het pad wat jij moet volgen in deze. Als jij in een zielsverbinding zit. Je mag jezelf echt gaan laten zien. Jezelf nurturen. Door cycles gaan. Je emoties in balans. Je sensueel voelen. Want je hebt veel meegemaakt. En deze vrouw accepteert geen bullshit. Dus wees niet teleurgesteld over hoe bepaalde situaties zijn geweest. Want door deze situaties, want het is de 10,
Ben jij zo sterk geworden, echt als de Empress Spirit. Jij bent een vrouw van alle vrouwen van het tarotdeck. Dus jij weet echt wel wat je wilt. Alleen er kunnen dus bepaalde personen in jouw leven zijn of die jou in de gaten houden, die dat van jou af willen pakken. Maar blijf doorgaan. Sluit die pijn af en zie hoe ver je al bent gekomen en welke visie jij nog wil neerzetten om dus door te gaan. Want er is nog iets, een transformatie wat nog zou moeten worden afgesloten om jou dus eigenlijk die zon te geven en die 10 van pentakels en ja, die spirituele connectie, die wish fulfillment, die emotionele vervulling komt eraan. Mits jij wel accepteert dat die pijn erbij hoort en communicatie is wat ik zei, de 10 van cups, zie? Wish fulfillment. Dus er komt een wish fulfillment aan. Wauw, kijk. Met al deze kaarten. Een commitment, een zielscontract met de King of Cups. Dus er kan echt iemand zijn uit je verleden of uit je vorig leven waar je een zielsconnectie mee hebt, wat je heel gelukkig maakt. Maar eerst moet er nog iets worden getransformeerd, want hij ligt nu nog andersom. Maar hier ligt hij rechtop. Dus je bent daar waarschijnlijk nu nog mee bezig. Dit is wat ik voor je heb, lieve weegschaal. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en deel. Wil je persoonlijke readingen aanvragen? Ga dan naar www.revibestarot of naar mijn e-mail, staat onder in de beschrijving. Abonneren is kosteloos. Daarmee help je me natuurlijk groeien en zo groeien we met elkaar. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!